Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Mitch, anderhalf jaar Excelsior 31. Hoe kijk je daarop terug? Qua team heb ik een heel mooi team. Gaat anderhalf jaar lang. Ik ben in de winterstop anderhalf jaar geleden overgekomen vanuit Duitsland hierin. Warm ontvangen hier en ontzettend veel plezier en lol gehad. Qua voetbal gezien niet altijd evenveel gespeeld, ook vooral dit seizoen niet. Met name door wat blessuretjes en dan wat pech en dan ben je weer fit en dan weer de blessuretjes. Al met al heb ik niet veel wedstrijden gespeeld, dat is wel jammer. Maar qua team en club heb ik zeker met plezier gehad. Ja. Je bent nooit echt een vaste waarde geworden in de basis van het eerste elftal, omdat je dus vaak geblesseerd was of gezondheidsproblemen had. Is dat ook de reden waarom je ermee stopt nu? Nee, dat is zeker niet de reden. Ik heb vanaf ik klein was, ben ik bij Twente begonnen. Ik heb altijd elk jaar voetbald, volgegaan, altijd gemoeten. En nu heb ik echt een moment dat ik denk van, even een jaartje, gewoon even niet. En daarna kijk ik wel verder. Als ik denk van, ik heb nou wel eens zin om een balletje te trappen, doe ik dat ook zeker wel. Maar vooraf nu gezien denk ik gewoon even een keertje, een jaartje niet. Even niet moeten. En dat vind ik denk ik wel heel fijn. En als ik na dat jaar denk van, ik heb even zin om wel weer een bal te trappen, dan begin ik daar gewoon weer. Ja. Je blijft dus wel gewoon altijd met voetbal bezig, denk je? Weet ik niet zeker. Dat moet blijken naar als ik gestopt ben. Als je altijd druk bent met voetbal, dan denk je wel van, ik wil even een keer rust. Maar het kan best zo zijn dat ik denk naar een halfjaartje of een paar maanden denk van, ik mis het toch wel eigenlijk heel erg snel. Dat ik denk in de winterstop, ik ga toch wel weer ergens voetballen. Of naar een jaartje, maar dat moet gewoon blijken hoe ik me daarbij voel. Je toekomst in de voetballerij is dus nog niet helemaal zeker. Wel anderhalf jaar hier geweest in Reizen bij Excelsior. Wat zijn de dingen die jou bij zullen blijven van de club? Zeker de club met name zelf. Het is wel echt een warme club. Als ik terugkijk naar mijn verleden, heb ik denk ik hier een team gehad die echt wel heel hecht is. We zijn wel echt één team. Ik heb geen groepjes gezien in het team hier, wat je toch wel heel erg vaak ziet. Met name dat wel. Dat vond ik wel echt een pluspunt, zeg maar, hoe de club ook zo'n team bij elkaar kreeg. Want je ziet altijd wel groepjes in een team. Had je hier totaal niet. We hebben echt veel lol gehad en... Ja, dat is wel iets wat ik denk van, is wel uniek van Excelsior. En dat is wel, vond ik wel heel erg mooi, ja. Dankjewel voor jouw inzet anderhalf jaar. En succes in de toekomst en misschien tot ooit op het voetbalveld nog. Jullie ook bedankt, dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.